Hallo, ik ben Kevin Mooibroek. Ik ben eigenaar van Amsterdam Good Cookies. Ik maak stroopwafels. Ik ben dus in het dagelijks leven ben ik koekenbakker, zowel letterlijk als figuurlijk. En wat ons uniek maakt is dat we een merk stroopwafel zijn. En daarin willen we de hele wereld veroveren eigenlijk. Amsterdam Good Cookies doet mee aan de Expo Carousel, omdat wij graag niet alleen in Nederland succesvol willen zijn, maar ook in de hele wereld. Het doelland wat wij als Amsterdam Good Cookies gekozen hebben, is Japan. Het concrete wat wij in Japan graag willen weten is waar de stroopwafel succes kan hebben. Dus zijn het supermarktketens, zijn het bijvoorbeeld coffeeshops? Welke steden zijn dat? Kobe, Tokio. Wat zou bijvoorbeeld de kans van slagen zijn als wij, waar we nu ook staan, een pop-up store daar gaan openen? Hoe zou de vraag dan gecreëerd kunnen worden bij de mensen? Dus dat is eigenlijk een concrete opdracht die we aan de studenten hebben meegegeven. Met als doelland Japan. Alles wat wij als Amsterdam Good Cookies in Nederland doen, dus lokaal, willen we eigenlijk globaal ook uitbrengen. Dus we willen eerst klein beginnen, daar testen en vanuit een exportcarousel kijken of die kansen dan ook ergens in het buitenland liggen. De exportcarousel is voor ons geslaagd als Amsterdam Good Cookies wanneer wij een goed plan krijgen van de studenten. Wanneer je ziet dat studenten heel gepassioneerd over stroopwafels raken en ons concept en dat ze daar graag mee verder willen. Kijk, we hebben aan de ene kant hebben we het plan wat ze gaan uitbrengen, maar het mooiste is nog natuurlijk dat je na zo'n expo carousel ze ook kan helpen om dat plan daadwerkelijk ook uit te voeren. En dat is eigenlijk het doel. Waarom andere Drentse ondernemers mee zouden moeten doen aan een expo carousel van de KVK en bijvoorbeeld Stenden. Mijn advies is gewoon: doe gewoon mee. Waarom? Omdat het voor een netwerk zorgt. Je ontmoet weer nieuwe mensen. Je weet nooit hoe een balletje kan rollen. Je krijgt toekomst, krijg je werk voor je. Dus je krijgt inzicht van nou, wie kan wel iets heel goeds en wie kan niet iets goeds. Je doet eigenlijk ook al een sollicitatieprocedure voor je eigen bedrijf met de studenten. Maar vooral het netwerk. Als ik kijk wat erop afkomt, hoeveel mensen er aan meewerken voor een exportcarousel, ja, dan zijn meetings die je met elkaar hebt, daar komt heel veel energie in vrij en heel veel netwerk. En dat is het mooiste wat er is. Hier is een stroopwafel, de verse. En geniet ervan, hè? Oké. Tot ziens.